Het saboteren van je eigen succes is eigenlijk best eenvoudig. Want je laat gewoon chaos, je laat stress, die laat je de dag regeren. Nou ja, dat leidt tot fouten, dat leidt tot nog meer stress en weinig creativiteit. Je wordt gewoon eigenlijk heen en weer gestoten, van de ene kant naar de andere stoot. Alsof je in een soort van dobberbootje zit en je blijft ronddobberen omdat je geen controle neemt. Je komt niet op de plek van de CEO. En dan, ja, zonder ritmes, zonder structuren, ben je aan de zee overgeleverd. Het is niet wat je wil. En je kan die stap naar dat CEO-schap al veel makkelijker zetten dan je zelf denkt. En bij mij begon dat gewoon met een uurtje in de week. En heel vaak is het niet eens nu heel veel meer. Maar doordat ik begeleid word door een hele goede coach, creëer ik wat meer afstand en heb ik wat meer ruimte. En zie ik ineens, oh, oké, okay, dit is de reden dat ik zo dobbar. En dit is wat ik eraan kan doen om, ja, meer richting te ervaren. Echt een goede koers te kunnen varen. Nou, dat kan jij ook, maar het vergt een beslissing. Het vergt de beslissing om te zeggen, hey, ik kap met die chaos en dat stress en alles toe te laten in mijn business. En ik ga ownership nemen. Ik word die CEO.